Ja, als het aan het Europees Parlement ligt, dan gaat het landbouwbeleid in Flevoland op de schop. Het Europees Parlement heeft voor vergaande maatregelen gestemd om de landbouw in Europa te vergroenen. Het doel is om gezonder voedsel voor burgers en eerlijkere inkomsten voor boeren te realiseren. En verder moet de voedselindustrie minder impact hebben op het milieu. En daar praten we over met verslaggever Arend Dubbelboer. Arend, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat is het nou precies voor plan? Ja, dat is onderdeel van de Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans. Het grote plan om duurzamer groener te worden. Het moet beter zijn voor het klimaat, voor het milieu. Grote plannen. En dit is het onderdeel dat specifiek is gericht op, op de landbouw. Ja, en wat staat er dan bijvoorbeeld in het plan? We hebben net natuurlijk al wat dingetjes genoemd. Ja, eigenlijk komt het er gewoon op neer dat eigenlijk al het voedsel... dat in de Europese Unie wordt, wordt geteeld, wordt verbouwd... dat dat duurzaam wordt, wordt gedaan. Nou, daar hebben ze dus nu deze strategie dus voor, voor gemaakt. En wat er dan bijvoorbeeld in staat is bijvoorbeeld... het, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat moet met... De helft afnemen. En het aantal biologische landbouwbedrijven. dat moet juist weer gaan toenemen. tot 25% van het totaal aantal agrarische bedrijven. Nou, voor Flevoland betekent dat. Uh, dat dus een groot deel van de agrarische bedrijven. dus moet omschakelen. Hier is al 18% al uh, biologisch. dus daar komt nog een beetje bij. Maar Flevoland is wat dat betreft ook wel de koploper. in heel uh, Nederland. Want uh, vorig jaar was het uh, landelijk gezien. nog uh, een, een kleine 4%. Nou, dat gaat rap. Van, uh, van, uh, van de bedrijven die. die bio. Uh, bio uh, uh, waren Boeren. ja, ja bioboeren zijn, zijn. Um, dat komt natuurlijk op de kosten. Komt natuurlijk op bordje van de boer? Uh, ja, hoe wordt daar nu op gereageerd? Dan nou ja, heel wisselend. Hè. Het, het is dus wel aangenomen. in Het Europees parlement, uh, dit plan wat hier nu gepresenteerd is, het Europees parlement zegt: Nou, dit willen wij uh, gaan hebben. Bijvoorbeeld, uh, Europarlementaria uh, parlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren die is echt blij met het plan. Uh, zij ze, ze, ze ziet er ook echt, uh, uh, met name ook over de, de, de lokale voedselproductie vindt ze heel belangrijk. Dat het hier allemaal gaat, uh, gaat gebeuren. Dat het hier wor, uh, wordt uh, geregeld dat er dus minder pesticiden komen. Daar is ze heel blij mee. Maar begrijp aan de kant, dat zij daar blij mee is, maar de boeren dan? Precies, nou ja, daar wordt natuurlijk gewoon ook winselend op, op gereageerd. En ook de bekende agrarische partijen, om het zo maar even te zeggen, zoals het CDA en ook de, de SGP, ja, die zien het eigenlijk helemaal niet zitten. Die maken zich juist hele grote zorgen. Uh, Bert-Jan die uh, hadden vorige week hier ook nog in de uitzending. Die, uh, ja, die zegt dat het parlement nu hele grote risico's neemt met de voedselproductie in, uh, in, in Nederland. En ook uh, Annie Schaeipierik van het CDA, ja, die ziet het plan ook niet zitten. Zij vreest ook dat uh, het voedsel nu ook van buiten de EU. Buiten de EU moet worden geïmporteerd uh, en dat dus de prijzen van al het eten hier voor de consumenten een, een stuk, stuk duurder gaat worden. Hm. Um, ja? De vraag is natuurlijk, hoe moet het dan verder nu? Ja, ik zou wel zeggen, net zoals in Brussel uh, gaat het natuurlijk altijd heel moeilijk over een heleboel verschillende terreinen waar nog mensen wat over moeten vinden. Mm -hmm. He, de Europese, uh, het Europese parlement heeft nu gezegd. nou we staan In grote lijnen staan we hier achter. Maar ze hebben wel gezegd, tegen de commissie, tegen Frans Timmermans. Er zijn toch wel echt een paar dingen die echt uh, moeten, moeten veranderen. Daar willen ze toch nog even wat, uh, wat specifiekere, concretere wetsvoorstellen hebben, onder andere ook over, over pesticiden, wat daar uh, nou mee moet, uh, moet gebeuren. Nou, aan de andere kant wat nu ook aan, zetten, uh, uh, is, is zijn uh, de 27 ministers van Landbouw. Want zij zijn uiteindelijk degene die hier met deze strategie in handen gaan bepalen. wat er dus nou gaat gebeuren met de landbouw in Europa. We gaan het afwachten. Dankjewel, Arendt Dubbelboer.